Leroy Oelers, dit is nou van de koude kermis thuiskomen. Zeker. Dit is... je zou er niet blij mee. Wat ging er mis vandaag? Wat ging er mis vandaag? Ik denk dat het te veel meeging in hun spel. We weten dat zij dat Lis op de counter speelt. Met die centrale verdedigers Boyd en David die daar alles willen wegkoppen. En dan uit willen breken. En ja, als we dan de hele wedstrijd de lange bal op de centrale verdediger spelen, dan zie je wat ervan komt. Had je van tevoren kunnen weten, toch? Had je van tevoren kunnen weten, ja. En dat wist op zich ook wel. Maar het gebeurt toch? Het gebeurt toch. En waar we denk ik ook wel een klein beetje last mee hadden was het veld. We spelen zelf natuurlijk altijd op kunstgras, maar goed, dat mag natuurlijk geen excuus zijn. Maar goed, vandaag helaas zat er niet in. Wat gaat er de laatste weken mis bij Sparta Nijkerk? Ik denk dat er niet zoveel misgaat. Ik denk dat er uitdagingen zijn. Er zijn een paar jongens die zijn geblesseerd uitgevallen. Dus we zitten met een toch andere basiself dan we de eerste helft van het seizoen hebben gespeeld. Waaronder ik zelf nu ook in de basis sta. Dan zie je dat er een paar automatismes denk ik weg zijn en anders zijn. Ja, daar moeten we ons nu op gaan aanpassen. Maar goed, wat ik al zei, er is niks aan de hand. Gewoon aanpassen. Je bent natuurlijk nog steeds de promovendus. Dus dat. Dus dat, ja, niks op aan te merken. Een promovendus die dan bij toeval bovenaan stond, staat nog steeds? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet bij toeval. Ik denk, als je kijkt naar de eerste seizoen zelf, wat voor wedstrijden wij hebben gespeeld, dan denk ik dat je terecht bovenaan stond. De laatste wedstrijden hebben we nu, wat ik zeg, toch andere automatismen. Daar moeten we aan wennen. We moeten onszelf aanpassen. Trainen we keihard op. En dat moet beter. Is dat inderdaad een kwestie van wennen? Zorgen dat je weer op elkaar ingespeeld raakt en dan de oude flow weer te zien hervinden? Nou, niet de oude flow, een nieuwe flow. Je hebt andere spelers, dus het zal niet precies hetzelfde gaan als het eerste seizoen zelf. Je moet kijken wat nu werkt en daar moeten we ons naartoe gaan werken. Ja. En dan blijven strijden om het kampioenschap, want de concurrentie komt dichterbij. Want bij de winterstop zei iedereen al, Sparta Nijkerk is eigenlijk al kampioen. Dat is inmiddels toch wel wat anders. Dat hebben wij nooit zelf gezegd. Nee, maar de buitenwereld wel. Ja, maar goed, wat de buitenwereld zegt, daar trekken wij ons niet zo heel veel van aan. Hè. Wij doen ons eigen ding en we strijden elke wedstrijd. En elke week proberen wij zelf beter te worden. Op elke positie, dus wat dat betreft... Eens van jullie zien natuurlijk zelf ook in de spelersgroep dat de grote voorsprong die er was in rap tempo minder wordt. Nou, in rap tempo durf ik niet te zeggen. Volgens mij staat... hoeveel stonden we? 10 punten volgens mij. Nou goed, we staan nog steeds eerste. We hebben alles in eigen hand. We hebben een pittig programma voor de komende weken, dus we gaan zien. Een goede overwinning kan zomaar alles weer doen terugkomen. Dat denk ik wel. Laten we beginnen met volgende week.